Oké, Mirjam, we zijn hier op non-stop. Kun jij wat vertellen wie jij bent en waarom wij hier zijn? Ja, Reina, we zijn om 1 uur gestart bij het evangelisch begeleidend wonen in Oldebroek. Daar zaten ze springen om wat extra handen om hun achtertuin op te knappen. En we doen dit samen met allemaal andere vrijwilligers. Present Elburg, dat is Reina. En present Oldebroek, dat ben ik. Present Oldebroek, Mirjam. Nog iets meer over Mirjam of heb je voldoende? Nou ja, ik doe inmiddels 2 jaar ben ik coördinator voor present Oldebroek. We doen heel veel projecten op jaarbasis, sociale projecten, allerlei praktische klussen. En we hebben besloten om dit jaar, net als vorig jaar, weer samen met jou, present Elburg, lekker 24 uur achter elkaar, 6 projecten te gaan doen. Mijn naam is Reina van Maurik. Ik ben coördinator van present Elburg sinds vorig jaar september. Nou ja, net wat Mirjam al zei, non-stop, 24 uur lang zijn we bezig met een aantal mensen die het ook echt 24 uur doet. Van allerlei projecten in bijna alle plaatsen van de gemeente Oldebroek en gemeente Elburg. We starten hier in Oldebroek bij een tuin en we eindigen morgen in Elburg bij een woning. En daartussendoor gaan we helpen bij het Mariposa bij Vierdaagse. We gaan een ontbijt rondbrengen bij de Feithof. We gaan straks pannenkoeken regen. Bakken, Veldheem. Ja. En we gaan vannacht, de hele nacht gaan we op zorgboerderij Hoeve op Volle Hof. Gaan we heel erg ons best doen om het een en ander te timmeren. Zodat die kinderen die daar op de zorgboerderij komen ook weer nog beter en veiliger kunnen gaan spelen. Mooi nachtproject, want dat timmeren dat heeft geen mens last van als het goed is. Nee, en ik ben ook heel blij, want ik krijg op deze manier een cursus timmeren. En straks als we weer in de tuin het een en ander willen hebben, ben ik waarschijnlijk heel erg handig. Dus voor volgend jaar hebben we het alweer goed geregeld. Hebben we ervaren mensen. Reina, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, waarom doen wij dit? Wij doen dit omdat we natuurlijk aandacht willen krijgen voor de projecten van present. Ons uitgangspunt, ons vertrekpunt is altijd het aanbod van de vrijwilliger. En in dit geval hebben we het even voor 1 keer omgedraaid. Onze teamleden, onze bestuursleden gaan zich 24 uur lang inzetten om aandacht te krijgen voor het werk van present en zich te laten sponsoren. Dus wat we hopen is meer mensen op de been zien te krijgen, meer mensen die present willen zijn en onze financiën hier weer wat mee omhoog zien te krikken. Zeg ik het zo goed? Ja, zo klopt het. Voor Oldebroek doen er ook nog wat ambassadeurs mee en wellicht zien andere mensen dit filmpje en denken ze van goh, wij zouden heel graag ook iets willen doen voor present Elburg of voor present Oldebroek. Iedereen kan wat, iedereen heeft talenten en we kunnen iedereen gebruiken. Het hoeft niet meteen een ambassadeur te zijn, het hoeft niet meteen een penningmeester te zijn of een bestuurslid. Ook mensen die groepen willen begeleiden of mensen die gewoon een groep willen zijn. Of iemand in zijn eentje die graag iets voor een ander doet. Kom en ik weet zeker meld dat onze gegevens nog wel erg straks in dit filmpje komen te staan. Heel simpel, presentoldebroek.nl, presentelburg.nl en via de website kunt u zich aanmelden en zijn we blij met al het aanbod. Dank jullie wel. Dank je wel. Nou, hier komen we niet aan toe, zeg maar, meestal. In het verleden werd er te veel gedaan door een vrijwilliger hier in de tuin, maar die man is overleden. Dus, als er nog iemand is die dit zou willen doen van tijd tot tijd, dan is die welkom. Dus er is altijd vrijwilligers gebruik wat dat betreft. Dus, maar vandaag, dus vandaag komt het heel goed uit? Het komt heel goed uit, ja. Een team van vrijwilligers. Dus, ja. We zijn er erg blij mee dat in ieder geval nu de tuin er straks weer prachtig bij ligt. Ook luister weet wat eruit komt? Nou, dat komt zo wel los, ja, met dit weer. Nou, dat geeft niet. Voor een goed doel, dus daar gaan we er gewoon voor. Geen enkel probleem. Hoe is het om dit te doen? Om hier aan mee te kunnen doen? Ja, dit is gewoon heel mooi om dit te kunnen doen. Het is voor mij een beetje tweeledig. Het is hier dat ik hier mensen kan helpen en voort kan helpen om weer een mooie tuin te krijgen. Het andere doel is voor mij om geld in te zamelen voor die 24 uur actie. Voor Stichting Present, zodat ze ook weer met dat geld weer verderop kunnen en andere mensen kunnen helpen. Want het geld is gewoon hard nodig om daar toch de boel mee draaiende te houden. En hoe doen jullie dat, het geld genereren? Nou, voor deze 24 uur actie hebben wij dat wij ons laten sponsoren. Dus ik heb mijn collega's, familie, kennissen heb ik aangeschreven en opgeroepen om mij te doneren, om mij te sponsoren, zodat ik 24 uur aan de slag ga.
Als ze dit zien, dan denk ik wel dat ze respect krijgen. Ik hoop het dat ze zeggen van nou, dat geld is op het goede plekje terechtgekomen. En het mooiste zou zijn natuurlijk dat ze zelf ook een keer hier gaan staan en ook nog aan de slag kunnen gaan. Ja, met dat warme weer wel druk bezig. Waarom doe je dat? Ah joh, ja, wat moet ik zeggen? God hè, God die helpt ons, dus wij helpen hem. Zodat we andere mensen ook kunnen helpen. Oké. Zo zie ik het. Een soort dankbaarheid. Ja. Dat je doet. Ja, 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 zeker. Doe je dit vaker? Dit soort dingen alleen vandaag? Alleen vandaag. De 24 uur zakje. Eerlijk gezegd ja. 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 Hoe is het om dit te doen? Zwaar. Warm. Warm hè? Ja, geef ik wel toe. Ja. Dit is toch geen werk wat je gewend bent natuurlijk? Nee, ben ik niet gewend. Ik ben kantoormens meer, dus nee, dat ben ik niet gewend. Nee. Dus het luie zweet komt er ook uit vandaag? Dat is waar, ja. Het luie zweet komt eruit. Oké, succes verder. Dank u wel, dank u wel. Ik ben volgens mij hier de jongste, ja. Ja, ja. En dat doe je fanatiek mee. Doe je dat vaker? Bij Present wel vaker, ja. Ja, ik heb vorig jaar ook meegedaan met Nonstop Present en voor de rest ben ik flexer. Dus dat houdt in dat ze me een mailtje kunnen sturen met oproepen en dan kan ik daarop reageren. En dat doe ik wel vrij vaak, ja. En volgens mij hebben ze jou al eens daarvoor beloond, klopt dat? Ja, de burgemeester heeft dit jaar april, Koningsdag, hebben ze me een jeugdlintje gegeven. Dus dat was wel een hele verrassing, ja. Mijn naam is Gerard van der Velde. Ik ben voorzitter van Stichting Present Elburg. Ik ben actief in Elburg omdat ik daar in het verleden wethouder geweest ben. En vandaar hebben ze me gevraagd om voorzitter te zijn. En ik woon in Wezen. Maar goed, die afstand is prima te overbruggen. En ze wouden nog graag dat ik een poosje voorzitter was daar. Dus